Ja, Twan, ik sta in de Orangerie tijdens een bijeenkomst georganiseerd samen met POA en de Kamer van Koophandel, waarin we op zoek zijn naar de zwakke signalen. En zwakke signalen, daar zou je als ondernemer nou op zoek naar moeten zijn, want die kunnen je vertellen hoe je, welke richting je moet innoveren. En het grappige is van zwakke signalen is dat je dat vaak van verschillende kanten moet bekijken. En ik ben zelf heel enthousiast over wat er vandaag gebeurt. Er zijn mensen vanuit de maakindustrie, mensen vanuit de bouw, mensen vanuit zorg, mensen vanuit duurzaamheid, zijn bij elkaar en vertellen van, hey, dit is mij opgevallen deze week. En dan zie je dus rode lijnen ontstaan. Een van die rode lijnen is bijvoorbeeld, de wereld wordt steeds individualistischer. Mensen werken moeten steeds meer samenwerken. Het gaat eigenlijk om de verbinding. Dat kan zijn individuele samenwerken, ZZP'ers die in steeds grotere samenwerkingsverbanden gaan werken. Het kunnen bouwbedrijven moeten zijn, bouwbedrijven, installatiebedrijven die steeds meer met elkaar samen moeten werken in consortia om te voldoen aan die steeds sneller veranderende maatschappelijke vraag. Maar het kan ook om technische systemen gaan. Ronald Sané gaf net even aan dat er allerlei bouwstenen nodig zijn in het huis die ook weer slim met elkaar verbonden moeten worden. Dus ook in de harde technologie gaat het om de verbinding. Iedere keer weer zie je het woordje verbinding terugkomen. Dus dat is eigenlijk mijn tip aan de kijker. Maak de verbindingen. Let goed op wat je in de ene wereld ziet en wat in de andere wereld ziet. En in de verbinding kan nou net de kans voor jou als ondernemer liggen. Als je er meer over wil weten, en ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is, dan kun je natuurlijk op mijn site kijken, www.act-nu.nl. Maar er gaat ook een tv-uitzending over gemaakt worden. En dan ziet u het op een gegeven moment vanzelf wel. Maar nogmaals, kijk op mijn site www.act-nu.nl.